Boven het oosten van de Atlantische Oceaan ontwikkelen zich twee nieuwe tropische stormen die als orkaan een gevaar kunnen vormen voor de bovenwindse eilanden. De koers en kracht van deze twee stormen is nog erg onzeker. Het gaat om de tropische stormen Lee en Maria. Lee lijkt niet direct op de bovenwindse eilanden af te stevenen, maar Maria kan begin volgende week een groot risico vormen. Ook voor het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten. Maria lijkt een minder krachtige orkaan te worden dan Irma, maar gaat waarschijnlijk wel gepaard met veel regenval. Ook het gevaar van de wind is groot, omdat er veel los puin op de eilanden ligt dat kan rondvliegen. Bomen die al geknakt zijn door Irma kunnen worden ontworteld. Halverwege volgende week zou Maria als orkaan ook de Maagdeneilanden en Puerto Rico kunnen treffen.